Met de opening van de Suriname Sport Hall of Fame is een langgekoesterde wens van het Surinaamse sportmiddenpubliek in vervulling gegaan. Minister Faisal Abdulgafoor van Sport en Jeugdzaken heeft gisteren met veel fanfare dit instituut geopend. Het Sportmuseum is gehuisvest in het gebouw van het Surinaams Olympisch Comité en tot stand gekomen door het Sportministerie, de Nederlandse Twinningsfaciliteit, Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland en Suriname. In het museum is er al een gedeelte ingericht met foto's en ander materiaal van Anthony Nesty en Letitia Vriesde, om hen te eren voor hun prestaties. Veel informatie van het instituut is verkregen uit de archieven en documentaties van Guno Hoen en Ricky Stuttgaard. Dat is ook de basis geweest voor de opzet van de Hall of Fame, zegt minister Abdulgafoor. Sport heeft met de jaren een bepaalde ontwikkeling meegemaakt en neemt in het maatschappelijk leven een steeds prominentere rol in. Ook in ons land, Suriname, hebben wij deze trend gezien. Het is nog niet wat wij wezen moeten, wat het wezen moet. Maar we weten dat met de instelling van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en de nieuwe lijn die wij samen met alle sportactoren hebben ingezet een jaar geleden, dat wij al wat vruchten daarvan kunnen plukken. Wij hebben recent onze eigen Surinaam Sportkanaal kunnen launchen en vandaag weer een groot moment met de opening van onze Sport Hall of Fame. Wij mogen dus trots terugkijken op topprestaties die geleverd zijn door onze sporters. Wij kijken nog steeds met heel veel trots terug op deze prestaties. Het belang van zo'n Sport Hall of Fame is dan ook bijzonder om onze eigen landgenoten, of zo je wilt, onze sporthelden te presenteren. Robbie Butt, voorzitter van de Stichting Hall of Fame, zegt dat het idee voor het instituut 12 jaar geleden op papier is gezet. Vandaag staat het er eindelijk, geeft hij trots aan. De basis is gelegd en er moet niets meer verloren gaan, benadrukt Butt. Ik feliciteer Suriname, maar vooral de sportwereld, want we gaan nu echt vastleggen onze geschiedenis, waarvan een deel al verloren is gegaan. Dus we moeten zorgen dat er verder niets verloren gaat. Dus dankzij Guno Hoen en Ricky Stuttgart hebben we alvast de basis van het documenteren van onze geschiedenis vastgelegd. Ik dank u bij deze en ik ben blij dat u er allemaal aanwezig bent. God bless you. Aldus Robbie Butt, voorzitter van de Stichting Hall of Fame. Met de opening van de Suriname Sport Hall of Fame is een lang gekoesterde wens van het Surinaamse sportmiddenpubliek in vervulling gegaan.